Hey, Knetters, die staat daar een partij lastig. Hulkenberg, Ricciardo. Buitenkantje, buitenkantje. Wordt een binnenkantje. Als je het goed doet, moet je hier een stukje gas bijgeven. Ja, afgedwongen heet dat. Oei, dicht bij elkaar. Ricciardo haakt af. Ja, dat is race, Ricciardo. Nee, is te ver weg, lijkt mij. Hier loopt hij de rechter toe. Nee, hoog hoor. Dat... Ja. Goeiedag. Het kan dus. Ja, en Eriksen die schrikt zich helemaal het landlazer. Het staat ongeveer stil. Max kijkt langs de buitenkant. En wow, met Maldonado omhoog. Ja, die heeft meer vermogen. Nou, te gek. Goeie actie. Je ziet ze niet veel daar, hoor. Daar gaat Max. Boom. Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de Volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat slim. Ladies and gentlemen, we hebben een intelligent. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Bam, ertussen. Hij kan niet terug. Valtteri Bottas, idem dito. Niks 9 seconden dichter. Fijn van heb aan de kant. En hij rijdt gewoon achter Vettel aan. Oké, good job, Max. So next one will be Grosjean. Maybe it's good I stay behind Vettel because it's easier to overtake. Wat een luxe. Joi, David Coulthard komt weer niet weg. Hij is bloedlink. Pole position voor Coulthard. Slaat op het stuur. En deze man wordt nu gek. Het is de derde achtereenvolgende keer dat het bij McLaren gebeurt. De schot die o zo brede onderkaak nu vet in het stuur heeft staan om te proberen deze Bernoulli te grazen te nemen. Ja, volgens mij. Oh, hij is daar. Ja, de Renault zit daar dicht achter, maar ik denk dat hij hem zelf kwijtraakt. Wow, Sainz die zelf zich compleet verremt en daar massa collecteert. Daar. Ah, Julian Palmer wordt in de ronde getikt door Romain Grosjean. En die krijgt hem terug. Zo is het gegaan. Nee. Stroll zit hier duidelijk voor, man. Wow, Vettel rijdt er tegenaan. Vettel rijdt tegen de auto van Lewis Hamilton. Hij heeft een hele slechte start. Mark Webber staat te harnessen. En valt helemaal terug. En hij... Ach, daar zit Montoya op het gras. En een prima start van de Renault, hoor. Kijk eens. Ja, Arnaud Trulli pakt de goal. En doet dat heel goed. En remt later aan de binnenkant bij Arnaud Trulli. Wat een Kubasato. Briljant. Montoya. En dan zie je dat een rondje volgt. Oh nee, Raikkonen niet weer. Handen op zijn hoofd. Die man moet toch compleet hysterisch worden van het gezeik bij Mercedes. Het is toch niet normaal. Oh, Sato, daar was hij weer. Dit is het anderhalf, twee seconden en een plof. Is dat Button? Jawel, dat is Button. Crash voor Villeneuve die het weer geprobeerd heeft. Dit is bovenaan de Rouge. Vorig jaar reed hij hem helemaal tot los hier en nu weer. Wederom een zware klap van Villeneuve. Weer achterom in de band en er is fik. Brand aan de wagen. Wat een klap zeg. Ja, daar gaat hij. Op de curbstones. Identiek aan vorig jaar. Wow, en gerold. Wat een klap voor Villeneuve zeg. Schrijft hier een complete BR af. En die bandenstapels doen fantastisch hun werk. Ongelooflijk dat de man hier zwaaiend en rennend vandaan komt. 2,93 had hij staan daar. Ja, hij moet echt naar de dokter. Geloof mij nou, hij dacht dat hij wegkwam daar. Die roepen even hier komen. Waar Hill is ook in de muur terechtgekomen. Damon Hill heeft ook die muur getoucheerd. Daar komt hij aan. Op de curbstones. Je verplaatst jezelf een meter naar links. Te veel overstuur. Knets. En weg. Oh nee, Sato gaat weer stuk. Krijg nou tieten. 17e ronde van de race. Hakkinen overstart finish. Dit zal... Oh, hij is hem kwijt. Hij is hem kwijt. En Hakkinen gaat eraf. Hakkinen crasht. En de Italianen juichen. Ja, welke rescue marshal heeft er de guts om die weg te halen? Ik zou het hem niet adviseren. De coureurs er één keer voorbij zijn. Kijk eens. Dinis neemt gewoon een compleet voetbalveld mee. We weten dat de Brazilianen van voetbal houden, maar dit vind ik toch wat ver gaan hoor. Goeiedag. Een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaats gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard.
Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters. En hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh, nee! Hij is hem kwijt, maar hij houdt hem! Wow. Holy shit, wat een autocontrole! What a car control! En weg P2! Elk andere... Nee, niks weg P2! Niks weg P2! Oh, ik ga eens doen wat hij mag. Fuck that shit! Palmer zit weer op wets. Oh! De volgende! Kadeng! Kaboom! Kanets! Het blijft maar gaan. In dit geval Kimi Räikkönen en Max Verstappen heeft daar superveel geluk volgens mij. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, ze tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk ging je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Yo hey, yo ho, yo fucking hell, wat bizar. Ongelooflijk. Kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, 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 Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. What happened? I think Ericsson hit us. Nee, flikker op. Die man roept, die denkt dat Ericsson je raakte. Oh, en een klap van Salo. Mika Salo. Hard eraf gegaan. En daar staat Herbert ook stil. Dat is in de hairpin. Er gebeurt hier werkelijk bijzonder veel en dit zal de volgende pacecar situatie oproepen. Vanuit prima start van de McLaren's en Montoya is de lul zeg, niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakel gek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Daar Kovalainen. Die slang, oh my god! Hij doet een Christian Albers en daar een slam! Vlammen bij de wagen van Räikkönen, die heeft geluk zeg. Stappen keurig aan de kant, oh nee, mijn god! Op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek! Juan Pablo Montoya op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat. Berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant. En daar klimt hij eroverheen. Hij gaat aan de kant. Op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier. Kijk, aan de kant. Aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. En een aanval daar van Montoya en Schumacher. En Juan Pablo Montoya trekt een lange vinger richting de Duitser. Wheel banging all the way in de Senna Doresh. Is het teamgenoot wel bezig? Oi, 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 David Coulthard die daar echt een enorme breaktest krijgt van de Fernando Alonso. Ja, dat is een echte breaktest. Trust me. Die is kwaad. Coulthard valt terug naar plaats 4 en Villeneuve. Oh, Kleng! Schade. Zwaar ongeval, herstart, Coulthard is eraf. Het hele veld rijdt erin en Verstappen rijdt er doorheen. Dit is een megaklapper. Waarbij wij een gigantisch probleem hebben in Spa-Francorchamps. Want dit betekent dat er heel veel coureurs de wedstrijd niet zullen gaan aanvangen. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon een gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan zeg. Zo, de knetters. Van Grosjean. Pom. Oh. Man, wat heb je dan een geluk zeg. Niks aan de hand, niks aan de hand. Voorop. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell. Yes, Michael is on a one stop. Yes, Michael's on a one stop. Wow, Kimi Räikkönen. What the fuck doe jij daar nou? Geweldig. En hoe gaat het? Ah, zie je het? Oh nee, oh nee. Villeneuve valt nog stil vanaf de vijfde plaats. Ik roep het net, dat ding haalt het niet altijd. En nu heeft Eddie Irvine 1 punt en Marc Genet 2. En nu wordt het interessant voor Hakkinen, want nu kan hij een do-or-die poging doen bij Eddie Irvine voor een WK-punt. Weer en daar gaat hij! Daar gaat hij! Nee, 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 nee! Räikkönen komt een rondje tekort. Het was te verwachten. Het is niet eens de band die gaat. Het is de ophanging die het niet meer vol kan houden.
En ik zei nog, je zal hem zien gaan. En daar gaat Kimi Räikkönen. En daar is de overwinning voor Fernando Alonso, die nu kan cruisen. Just cruising. En hij stapt naar P2 en Barrichello naar het podium. Die laatste ronde. En dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft een probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren. En een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Die hier over het circuit naar beneden komt. Ik zie daar richting Red Bull. Het scheelt zo weinig. Hè? Hoe dom ben je dan als je Vitantonio Liuzzi heet? En er hangt overal geel en er staat de safety car. En je rijdt bijna die safety car in tweeën en die tractor die er rijdt. Zo, de knetter zegt, dan mis je er een paar op bovenin. Halen met je Italiaanse hoofd. Afschrijven die man. Goed dat hij toch straks de neiging zal hebben om te denken, jongen, tief op met dat ding. Ik ram hem erachterin. Maar dat mag niet, dat hoort niet in het spelletje. Hij zal het moeten doen. Daar is hij daarnaast en nu... Nee. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zegt. Dat is zuur. Maar Coulthard aan de binnenkant erbij. En Räikkönen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En dan gaat er nog meer af, hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag. Daarachter nog mensen die hopen wat te kunnen doen. Want Sato, Wurz en Coulthard zitten dicht bij elkaar. En David Coulthard doet weer zo'n mega domme. Ja, ik wou bijna iets anders zeggen. Wat een sukkel is het toch. China. Ik heb hem dit zo vaak zien doen. Gaan voor een gat wat er niet is. En als je met David Coulthard gaat praten, heeft hij altijd de grootste... Ik zou zeggen, wedstrijdleiding, pak hem lekker twee wedstrijden zijn licentie af. Daar komt hij, Alesi aan de binnenkant, Irvine rechts. Naast elkaar, Touché. Touché, wow! Behoorlijke Touché. En een vlucht van Alesi. Oh, die is zwaar. Man, oh man, Jarno Trulli doet gelukkig zijn duimen omhoog. Maar heeft een mega crash gehad. In de Renault. Alles ligt eraf. Safety car. En nu wordt het een ander verhaal. Onder bridge door. Daar de vlaggen. Ja hoor. Hier is hij eraf gestuiterd. Daar was Schumacher. Oh, rechts. Oh. Hij is hem verloren onder bridge. Oi, oi. Goeiedag zeg. Blij dat we daar het handje zien. Blij dat we daar de beweging zien. En blij dat die grond daar misschien geen asfalt is. Godsamme tieten, wat is die autoplas hè? Als je nu toch Jos Verstappen heet en je zit gewoon deze wedstrijd te kijken, dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je klotsende oksels, dan heb je acne op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen? De acne heb ik nog niet, de klotsende oksels inmiddels wel. Ja, nu gaat het voor een plek, dus nu mag het hard om hard om hard. Oh, een koprol! Hatsa, daar komt de safety car. Hulkenberg. Hulkenberg, Hulkenberg. Moment. Binnenkant, binnenkant, poink. Ja. Het is toch knap dat hij die eerste bocht haalt, zeg. Nee, 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 dat komt niet goed. Nu dan. Nou, sukkel! Jezus, frusto, aap. Dat moet je dan dus net niet doen, hè. Nou, weer een lekker band. Toedels, dagwedstrijd. Je voelt dat wel vrij snel, ja. Kijk die achterbanden, joh. Dat is van de Flintstones, van vierkant zijn die. Ja, hij heeft een topsnelheid. Dat is ronde Hamilton, 21-2. Daar komt Bottas, Max moet verdedigen. Kan hij buitenom? Ja hoor, godsamme knetter zeg. En hij gooit hem ook volle bak weer voor de deur, hè. En Gasly lijkt niet in zijn salsa te zitten, hoor. Auto van Pierre Gasly, Wubbeldiwabski. Achterkantje, Toulouse. Te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat er wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt.